Inclusief Indië is een educatief project opgezet door het Indisch Herinneringscentrum. Het is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en het MBO. En centraal in Inclusief Indië staat de geschiedenis van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheid en dekolonisatie. De lesreeks bestaat uit 3 themalessen: macht en gezag, vrijheid, gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit. En de lessen kunnen zowel individueel als reeks gegeven worden. Nou, in alle lessen staat het persoonlijke verhaal centraal, belicht vanuit verschillende perspectieven. Zoals ooggetuigenverslagen, herinneringen en gesprekken tussen generaties. Inclusief Indië is een uitnodiging om het te hebben over de geschiedenis, maar ook over identiteit, diversiteit en burgerschapsvorming. Wat ik het leukst vond is dat ik heb meer een uitgebreide kennis van alles wat er gebeurd was in Indonesië ook. En ook ja, dat we verschillende perspectieven kennen, dat vind ik echt mooi. Meestal we doen dat de perspectief van die Europeanen en zo, vanaf de perspectief van de winnaars. En verhaal heeft altijd meerdere kanten. Het is belangrijk dat we alle kanten horen, omdat dan hebben wij meer objectieve kennis van een verhaal of een gebeurtenis. We hadden 2 foto's, althans 2 posters gekregen. Dan kijk je ook echt op 2 perspectieven naar een gebeurtenis. Want als je zeg maar één zo'n poster te zien krijgt, dan krijg je bijvoorbeeld een heel ander beeld van de oorlog, van wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurd was. Want je hebt 2 perspectieven. Je hebt de Nederlandse en de Indische perspectief. Dat leer je toch wel naar 2 kanten kijken. Bijvoorbeeld in het dagelijks leven, als je bijvoorbeeld een ruzie hebt of zo. Dat je jezelf kan inbeelden in een andere persoon. Zeg maar wat hij daarom van vindt. Zeg maar. Dat leer je wel echt. Ik denk dat het lespakket mooie mogelijkheden biedt. Ik zie daar raakvlakken met een vak als maatschappijwetenschappen, maar ook maatschappijleer kan. Maar ook zeker ook geschiedenis. Maar je kunt ook dus bij maatschappijwetenschappen bijvoorbeeld kijken naar die kernconcepten zoals macht, gezag, cultuur, identiteit. En die kan je hier ook concreet maken. Het is niet alleen een verhaal van de boeken, maar het is ook iets wat mensen echt persoonlijk hebben meegemaakt. En dat boeit leerlingen altijd.